Op zondag 9 september viert Vlaanderen de 30ste editie van Open Monumentendag. Overal in Vlaanderen zijn er dan unieke activiteiten en rondleidingen. Het wordt een feest voor iedereen met een hart voor erfgoed. We staan hier voor het spoorwegfortje van Duffel. Dit was een van de eerste fortjes in de buitenomwalling van Antwerpen. Het werd gebouwd in 1866. En volgende zondag kan je het komen bezoeken op de Open Monumentendag. Wij zijn in Aalst, in Utopia, de nieuwe bibliotheek en academie voor podiumkunsten. Wij doen zondag mee aan Open Monumentendag, omdat wij een heel mooi verhaal vertellen over dit stukje erfgoed, maar ook dat van de stad Aalst. We zijn hier in Baasrode op een van de oudste scheepswerven van België. En wij doen zondag 9 september mee en we nodigen alle mensen uit deze unieke werven te bezoeken. Met zijn ateliers, houten schepen, ijzeren schepen. Het is werkelijk interessant voor jong en oud. We staan in het hart van Leuven en ook in het hart van onze Leuvense universiteit. Een van de